U bent onderzoeker bij het NIOD en u bent gespecialiseerd in Anne Frank. Wat veel mensen niet weten is dat er 3 versies van het dagboek van Anne Frank bestaan. Ik wist het in ieder geval helemaal niet. Kunt u kort uitleggen hoe dat zit? Ik wist het vroeger ook niet. Ik heb Anne Frank nooit gelezen als kind. Maar toen in 1980 Otto Frank overleed, kreeg mijn instituut de dagboeken van Anne Frank. En we gingen er eens naar kijken en we gingen eens een beetje op onderzoek doen. En wat bleek ons? Anne Frank is begonnen met het dagboek vlak een paar weken voordat ze in onderduik ging. En in maart 1944 hoorde ze via Radio Oranje, de toenmalige minister van Onderwijs in exile, Bokkestein, praten dat er na de oorlog een plek moest komen waar men over de oorlog dingen zou verzamelen. Kranten, brieven en dagboeken. En ze schrijft daar zelf over in de dagboek van hé, hij wil dagboeken hebben. Dat is interessant. Ik ga wat met mijn dagboek doen. En helemaal letterlijk kan ik het niet volgen, maar een aantal weken later zegt ze van dat ze het in haar hoofd al klaar heeft. En dat aan de titel te zien mensen zullen denken dat het een detective roman is. Het achterhuis. En ze gaat haar dagboek dan overschrijven. Waarschijnlijk met het idee van ja, die begindingen gaan kinderachtig, gaat over school en vriendjes en dingetjes, laten we allemaal weg. En ik ga beter schrijven. En toen is ze die laatste maanden tot ze opgepakt werden in haar oude dagboek blijven schrijven en ze is gaan overschrijven. Toen de Duitsers binnenvielen was ze met het overschrijven nog niet helemaal klaar. Ze had de tijd er gewoon nog niet genoeg voor. En Miep Gies, degene die hem er altijd geholpen had, die heeft vlak na de inval al die papieren bij elkaar gehaald. Ze opgeborgen thuis. En toen Otto Frank als enige terugkwam uit het oosten, de rest was vermoord. Was nog niet meteen duidelijk, het was wel duidelijk, hij wist dat zijn vrouw vermoord was, maar niet zijn dochters. En toen dat duidelijk was, toen heeft Miep Gies hem die dagboeken gegeven. En toen is hij gaan lezen. Hij wist natuurlijk dat het dagboek was, want ze schrijft ook dat ze wel eens voorlas eraan. En er waren mensen die aan Otto vroegen van, ja, wat was het nou in die onderduik? Ik kreeg daar eens wat over vertellen. En toen zei hij, ja, dat heeft mijn dochter allemaal opgeschreven. Dus dan gaat hij een soort samen, gaat hij een uittreksel maken van haar verhaal. Dan maakt hij ook nog een Duitse versie van voor zijn moeder, die in Zwitserland woont. En een paar mensen raken geïnteresseerd, daar moet je meer mee doen. En dan uiteindelijk gaat hij een samenvatting, of eigenlijk een combinatie maken van het eerste dagboek en het tweede dagboek. Hij gebruikt het tweede dagboek als basis, want dat is natuurlijk wat zij naar buiten wilde brengen. Maar omdat ze het nog niet afgemaakt had, moest hij wel dingen uit het eerste dagboek gebruiken, met name de laatste maanden. Dat werd het achterhuis. En bijna niemand wist dat dat uit 2 verschillende delen bestond. En we hebben toen in 86 een uitgave gemaakt waar we op 1 pagina lieten zien haar eerste versie, haar tweede versie en de versie zoals hij nu in de boekhandel ligt. Om het nog ingewikkelder te maken, een jaar 15 geleden heeft het Anne Frank Fonds in Basel, die beheren de centjes die binnenkomen van al die verkochte boeken, die hebben bedacht, er moet een nieuw achterhuis komen. Want we weten nu veel meer door die wetenschappelijke uitgaan van ons. Dus er is nu een nieuw achterhuis op de markt. Dus je kan nu al spreken over 4 versies. Haar eerste versie, haar tweede versie, de versie van Otto Frank en de versie van Mirjam Presser die dat gedaan heeft. En in 2015 zullen er een heleboel volgen, want dan is de auteur 70 jaar dood. En copyright stopt bij 70 jaar na overlijden van de auteur. Dus als u na 2015 een achterhuis koopt, goed kijken wanneer het gemaakt is. Die nieuwste versie, want dat is voor mij ook nu ineens weer nieuw, die vierde zeg maar. Ja. In hoeverre is dat dan weer anders dan die andere? Moeizaam. Het is uitgegeven met het idee dat die Mirjam Presler, die is, laten we zeggen, mijn leeftijd, stel die leeft nog 30 jaar. Tel daar 70 jaar bij op, dus dan zou je het 100 jaar dat copyright kunnen verlengen. Nou, blijkt dat dat onzin is, want de basis is Anne Frank en iemand anders kan er wel wat. Dus het is bedoeld om zuiver commerciële redenen. En de veranderingen die zijn merkwaardigerwijze. Anne die
Ze heeft Nederlands geschreven, ze heeft Duitse afkomst, maar ze is hier op de kleuterschool Laarschot. Ze heeft Nederlands geschreven. Mirjam Pressel is Duits, ze heeft de wetenschappelijke uitgave in Duits vertaald. Maar ze heeft een heleboel zinnen van Anne Frank verkort, zeg maar in tweeën gehakt. Die eerste nieuwe achterreis is voor het eerst in Duits verschenen. Nou weten we allemaal dat Duitse zinnen toch wat langer zijn dan Nederlandse zinnen. Dus het is heel merkwaardig dat een Duitse schrijfster Nederlandse zinnen in tweeën hakt. Dus ik ben er nooit zo blij mee geweest. Plus het feit dat iedereen een nieuwe achterreis kan maken. Je haalt daar wat uit, je haalt daar wat uit. En het kan een beetje veranderd zijn. Je kan het heel extreem anders maken. Dus, ik had zoiets, Otto Frank, die absoluut geen intellectueel was, als een zakenman, heeft goed werk gedaan door toch als niet geletterd man, zou ik maar zeggen, een evenwichtig boek gemaakt. Maar goed, dat kunnen mensen in die wetenschappelijk zien. En dan kan je ook zeggen, nou, ik zou dat stukje er ook in gedaan hebben. Ja, zo zal die ook wel eens geworsteld hebben. Wat zou ik er wel in doen en wat niet? Ja, u bent echt de autoriteit in Nederland volgens mij op het gebied van Anne Frank. Waar komt die fascinatie van bij u vandaan? Oh, zuiver toeval. Ik hoorde Jan Blok een paar keer over toeval. Als Otto Frank nog in leven was, dan was ik geen Anne Frank specialist. Want zoals ik al zei, als kind heb ik het niet gelezen. En mijn conclusie was, in 80 zat ik met mijn directeur en een collega, mannelijke collega, rond de tafel. We hebben het dagboek van Anne Frank. Ja, we wisten wel dat het bestond natuurlijk. En we keken elkaar wat schapen achtergaan, want we hadden geen van drie gelezen, het achterhuis. Toen ben ik meteen, ik ben politicoloog en geen historicus, meteen sociaal-wetenschappelijk onderzoek gaan doen in mijn stamkroeg. Diezelfde avond heb ik dus aan iedereen gevraagd, hebben jullie het achterhuis ooit gelezen? Nou, de mannen niet en de vrouwen wel. Een paar mannen wel. Toen dacht ik, hé, mijn onderzoek klopt niet, of mijn uitslag klopt niet. Dus ik verder vraag, die hadden zusters. Dus in mijn peergroep, zal ik maar zeggen, ik ben van eind jaren 40, was dat een meisjesboek. Je gaat geen meisjesboeken lezen als gezonde jongen. Als je zusters hebt, ja, dan neig je er wel naartoe. Dat is helemaal veranderd. Nu wordt het op school gelezen, dankzij onder andere de Anne Frank krant van de Anne Frank Stichting is Anne Frank heel erg Nederlands geworden en belangrijk voor mij. Toen in mijn jeugd was dat. Nee. En als je wat over de oorlog wilde weten, dan vroeg ik het aan je ouders. Ga je geen meisjesboek lezen. Maar die fascinatie kwam dus toen u het originele dagboek van Anne Frank... Ja, daar was ten eerste was de fascinatie... het is nog steeds niet dat ik zeg, goh, wat een fantastisch goed boek, wat interessant. Wat ik heel fascinerend vind is de manier hoe iemand in 2 jaar tijd zo, nou, bijna niet volwassen, maar zo knap kan schrijven. Want in haar eerste dagboek zie je echt ongelooflijk kinderachtige zinnen, foute woordconstructie. Noem maar, ja, niet zo gek. Iemand die zo jong is, 12 jaar, 13 jaar. En hoe iemand in 2 jaar daarin groeit, dat is echt. Dat is het tweede dagboek, zie je dus achter elkaar doorgeschreven. En dat eerste staat vol met doorhalingen en verbeteringen. En dat vind ik heel knap. Maar mijn fascinatie heeft veel meer met Anne Frank na de oorlog te maken. Een van de hoofdstukken die ik geschreven heb gaat over de aanvallen van neonazi's, wat al ergens in de jaren, eind jaren 50, eind jaren 50 begint, die zeggen van, nou, de dagboek heeft niet bestaan, dat meisje is verzonnen, et cetera. En dat vond ik toch fascinerend, dat volwassen mannen zich uit een heel druk in de weer gaan om te bewijzen dat dat arme meisje niet geleefd heeft. Dus ben ik er een beetje ingerold. Ten tweede kwam ik natuurlijk in aanraking met de Anne Frank Stichting en alles daaromheen, waar ja, het meisje toch met heel veel eerbied en heel veel schroom benaderd werd. Terwijl ik daar toch vrij, ja, veel vrijer tegenaan stond. Dus ik ging erover schrijven, ik ging er meer onderzoek naar doen. Ik keek bijvoorbeeld, ja, ze is onder andere zo populair geworden omdat er in Amerika een toneelstuk over gemaakt is. Nou, dat is toch wel interessant, dat een Nederlands meisje wereldberoemd wordt door een Amerikaanse toneelstuk. Nou, allemaal dat soort dingen. De grootte, de omvang van het geheel bracht mij er ook toe om het woord Anne Frank-industrie te gaan gebruiken. Niet tot blijdschap van de directie van het Anne Frank Stichting, zoals je kunt begrijpen. Maar goed, ik heb me dus langzaam ontwikkeld tot Anne Frank historicus. De tekst zelf is voor mij minder
belangrijk als het ware. Hoewel, en ik ga eerder op teksten in als ik merk dat mensen daar op een heel merkwaardige manier mee omgaan. Er is een, het is een mooi voorbeeld dat, dat Anne Frank schrijft dat ze een razzia ziet. En dat arme vrouwen en kinderen die worden voortgesleept en afgeranseld, et cetera. Het moet een droom geweest zijn. Op de Prinsengracht heeft dat niet plaatsgevonden. Maar in de film uit 1959, daar zie je een razzia. En je ziet ook nog de familie Frank door het raam ernaar kijken. Nou, weet ik als Amsterdammer dat die razzia, dat kan je zien, opgenomen is in de Staalstraat. En je moet wel heel ver kijken van de Prinsengracht van de Straalstraat kunnen zien. Het is 500 meter. Maar voor Amerikaanse mensen die filmen, ja natuurlijk, het is gefilmd, dat komt uit het dagboek. Het is niet waar. En een ander, wat, dat is eigenlijk nog veel interessanter. Anne Frank wordt ook gebruikt om te bewijzen dat men hier wist van vergassingen in Nederland. Omdat ze in 1942 ergens schrijft, wij hebben op de radio gehoord dat Joden vergast worden. Dat staat in 1942 in het dagboek, maar niet in haar eerste versie. Dat komt pas voor in haar tweede versie, waarmee ze in april 1944 mee begonnen is. Dus ergens tussen april en augustus 1944 heeft ze opgeschreven wat er in 1942 gebeurd is. Nou, dat blijft een raadsel. Had ze dat ergens op papiertje staan, was Otto Frank aan het meelezen. Zei, hé, dat moet je niet vergeten, dat hebben we toen gehoord. Daar zou je nooit achter komen. Maar je kan het niet als bewijs nemen van, nou, Anne Frank heeft het gehoord voor de radio, dus iedereen heeft het voor de radio gehoord. Er zitten meer van dat soort interessante, kleine dingen. U zei dat u heel normaal, bazaal met Anne Frank omgaat, terwijl iedereen inderdaad haar een beetje ziet als een heilige, mag ik het zo zeggen? Ja hoor, ja ja. Waarom is dat eigenlijk? Ze is slachtoffer. En slachtoffers zijn. Als het gaat om belangstelling van de oorlog, kan je zeggen dat, dat de periode na de oorlog waren de helden stonden voorop. Dat waren verzetshelden. Of soldaten die gevallen waren. Hier ook natuurlijk. Dat heeft zich een jaar of 20, 30 is dat een beetje gaan wankelen. En het is nu, nu zijn. En slachtoffers waren eigenlijk zielige mensen. Want je bent een slachtoffer, daar kan je niks aan doen. Je bent een held omdat je gevochten hebt. Je had ook niet kunnen vechten. Maar slachtoffers die komen in de radar van, in dit geval de oorlog. Er is vlak na de bevrijding waren ze ook weinig aandacht voor Joden. Dat waren slachtoffers. Die hadden niks gedaan. Dat is echt veranderd. En nu staan slachtoffers bijna hoger dan helden. Gedeeltelijk wellicht. Amerikaanse bekentenis, tv, dat soort zaken, heeft een heleboel in. De slachtoffers staan wat hoger. En Anne Frank, het slachtoffer, ultieme slachtoffer, zo jong. En ook nog goed kunnen schrijven. Nou, dan krijg je een soort status van heilige. Ook omdat mensen uit haar dagboek allemaal dingen halen wat hun goed dunkt. Daarom is ze ook zo populair. En, zeg maar, een gelovig christen kan er dingen uithalen en een atheïst. En iemand die joods is of joods geweest is, of kan er dingen uit. Dus iedereen kan wat uithalen en dat is altijd een hele mooie zaak. Maar het is zover gegaan dat Otto Frank zelf ook natuurlijk een soort status kreeg. Ja, de vader van een heilige moet zelf ook een beetje heilig zijn. Er bestaan geen kritische interviews met Otto Frank. Er is nooit een interview geweest. Gaan we nou eens goed vragen hoe dat allemaal zat? En wat is met het dagboek gebeurd? En u heeft Auschwitz overleefd. Hoe is dat gegaan? Het is een beetje don't touch achter. Heel jammer. Ik wou zeggen, dat interview had u vast graag gedaan. Ja, maar ik heb hem nooit gezien. Ik heb hem nooit gekend. En ik zou dat pas kunnen doen na heel veel onderzoek. Dat je dan pas goede vragen kunt stellen. Maar het is jammer, ja. En er zijn er heel veel, dat zei u wel, er zijn heel veel oorlogsdagboeken verschenen. Ik geloof dat er wel duizenden. Op het instituut hebben we een kleine 2000. Maar dan moet je ook rekening houden, een heleboel daarvan zijn mensen die gewoon naast de radio gezeten opgeschreven hebben wat er gebeurde aan de diverse fronten. Nou, dat was voor een deel was het propaganda, zowel van de Duitse kant als de Engelse kant. Dus die zijn, dat klinkt oneerbiedig, die zijn niet zo belangrijk. We hebben veel betere boeken over.
Maar het dagboek waar mensen... Er komt wel eens weer iemand langs bij ons met een dagboek. Ze zegt, het is helemaal niet zo interessant. Het gaat om wat we aten en hoe duur dat was. Ze zegt, dat willen we hebben. Ik bedoel, dat verhaal wat er in Normandië gebeurd is... alsof men dat in een dagboek in Groningen kan vinden. Maar die gewone dingen, dat is veel en veel belangrijker. En in hoeverre verschilt dan het dagboek van Anne Frank van al die andere documenten? Waarom heeft haar dagboek zo'n status? En andere dagboeken liggen te vergelen bij u in het instituut of hier bij meneer Hovens in het museum? Vergelen gelukkig niet, ze zijn allemaal gescand. En in 1953 is een heel mooi boek bij het instituut uitgekomen. Ik nog steeds een van de mooiste boeken. 400 pagina's of 500. Mei 40, mei 45. Bezien door zo'n 20, 30 dagboekschrijvers. Maar allemaal verschillende. Er zit een NSB'er tussen, er zit een verzetsman tussen, er zit een huisvrouw tussen. Nou, je snapt dat een NSB'er anders aankijkt tegen Normandië dan verzetstrijden. En het is een buitengewoon, ben heel objectief, een heel interessant boek. Maar waarom dit ene dagboek? Het belangrijkste punt, ze is omgekomen op jonge leeftijd. En dat triggert natuurlijk heel erg. We weten helemaal niet wat er gebeurd zou zijn als ze overleefd had. Misschien had ze al die papieren weggenieterd. Of ze had er een helemaal ander boek van gemaakt. En ten tweede wat ik zeg, dat toneelstuk wat in Amerika gemaakt is, een enorm succes geworden. In Amerika is terug naar Europa gegaan en daar in tientallen steden in première. Oost- en West-Duitsland, op dat moment echt koude oorlog. Dezelfde avond gaat het in Oost- en West-Duitsland in première. Dat laat die kracht zien. En dan gaan mensen het boek weer lezen, kopen en lezen. En wat is de betekenis van Anne Frank voor nu nog voor ons? Haar dagboek, haar verhaal. Ja, dat is het punt dat iedereen dat zelf kan invullen. En dat is de populariteit van het boek, is mijn idee. Iedereen kan het gebruiken. Of misbruiken. Daarom. Er zit een universele boodschap in. Maar ja, er hebben wel meer mensen. En het heeft natuurlijk een dynamiek ontwikkeld. Als het eenmaal zoveel miljoen exemplaren verkoopt, dan is de kans heel klein dat het opeens wegvalt. Er is nog geen concurrent opgestaan, om het zo maar te zeggen. We hebben Etty Hillesum. Ook beroemd, maar die haalt het niet. Bij Anne Frank. Waarschijnlijk, die is ouder, die is veel intellectueler. En daar zie je dan verschillende groepen wel heel erg in Etty Hillesum zijn, om het zo maar oneerbiedig te zeggen. Maar daar valt niet een mooi toneelstuk van te maken of een spannende film. Anne Frank is een symbool. Is ze zo gemaakt door Otto Frank of door de Anne Frank Stichting? Of is het gewoon één grote marketing? Nou, het gekke is, vroeger werd er gezegd, dat komt door die vermaledijde Amerikanen. Die alles wat ze kunnen gebruiken, daar maken ze wat commercieels van. En zeker die oorlog, onze oorlog, daar hebben zij ermee te maken. En dan ook nog het zwaarste, de Holocaust. Laat ze met hun commerciële poten ervan afblijven. Het toneelstuk is meer, daar zie je Anne Frank als een soort symbool van het universele lijden. Maar dat het toch goed komt. Want het toneelstuk eindigt, dan hoor je een voice-over. Maar ondanks alles geloof ik in de goede van de mens. Nou, dat is een opsteken van je welste. Zelfs in een koude oorlogssituatie, want dat was het toen flink. En iedereen denkt dat het dagboek daarmee eindigt. Wat onzin is. Het staat 10 pagina's voor het eind. En je zou je ook kunnen afvragen als ze overleefd had of ze dat nog zou denken. Maar goed, het idee was altijd dat die Amerikanen het allemaal zo gedaan hadden. En het Joodse komt er helemaal niet in voor. Dat is niet zo. Otto Frank, zodra die, het heeft een hele lange inleiding tot dat toneelstuk er is. Maar zodra die weet wie het gaat schrijven, stuurt hij een brief naar ze waarin staat. Wilt u alsjeblieft, we waren wel Joden, maar we deden weinig aan. Dus niet te veel Joods in dat toneelstuk. Het gaat om de universele boodschap van mijn dochter. Nou, dat hebben ze braaf gedaan. Maar dat is pas sinds een jaar of 10 bekend dat Otto Frank is die dat gedaan heeft. Omdat er toen archiefonderzoek gedaan is, et cetera. Voor die tijd kregen die Amerikanen de schuld.
Ik had het met Jan Blok ook al over, de belangstelling die is maar groeiende en groeiende. Ook voor de Anne Frankhuizen staan mensen echt 1 uur, ja. 2 uur soms in de rij om naar binnen te mogen. Ja. Wat is dat? Meer vrije tijd en meer geld, om maar iets platvloers te zeggen. Maar er is meer belangstelling voor geschiedenis. En er is in Europa is de Tweede Wereldoorlog daarvoor. Maar kijk naar de Eerste Wereldoorlog, dat is booming. Er bestaat een gidsje voor de loopgraaf van de Eerste Wereldoorlog. Dat is een jaar 15 geleden uit een Nederlands boekje. 20e druk. Vroeger werd dat gebied gebruikt om er snel doorheen te rijden naar Zuid-Frankrijk. Nu ga je daar loopgraven bezoeken. Verenigde Staten, de belangstelling voor de burgeroorlog. Nou, er is toch echt niemand meer die dat heeft meegemaakt. Die is enorm. Dus wat dat betreft is er belangstelling voor geschiedenis is groeit. En er wordt er tegelijkertijd natuurlijk altijd bij gezegd, ja, maar de kinderen weten niks meer van. Dat hoor je natuurlijk elke generatie zeggen. Maar de belangstelling is er, absoluut. Maar waarom? Waar komt het vandaan? Want ik zie heel duidelijk een groeiende belangstelling. Ja. Er wordt in Europa, dat zou een reden kunnen zijn, in het Europa wat wij nu hebben met een euro en alles, waar alles hetzelfde gaat lijken, is er behoefte aan toch iets eigens. En die eigen geschiedenis en de VOC en onze eigen wereldorde, dat laten wij ons niet afpakken. Nationalisme. Het feit dat er in de Tweede Kamer gesteggeld is voor een museum van Nederlandse geschiedenis, in mooie ideeën en veel geld weggooien ten onder gegaan, laat dat ook zien. Dat er ook op politiek niveau behoefte aan is dat men meer van geschiedenis krijgt te weten. Ik heb nooit begrepen waarom dat van de politiek moest. Worden we dan betere burgers? Die verhalen van leren van het verleden. Ik zou hopen dat er in de Balkan dat alle geschiedenisboekjes daar, nou, verbranden mag niet, maar weggegooid worden. Want daar gebruiken ze de slag bij het Smerelveld uit 12 zoveel om elkaar de hersens in te slaan. Ik bedoel, geschiedenis leidt helemaal niet tot betere mensen. Wel tot kennis, hoop ik. Maar vergeet ook niet dat geschiedenis voor kinderen ook teruggebracht wordt tot IVA.